Donderdagavond 26 juli, de tweede sprinttriathlon in Schagen. 150 individuele triatleten. We trekken om exact 7 uur 's avonds voor deze sprinttriathlon. Een veldwat bestaat uit de nationale top. Met onder andere bij de heren Bas Diederen, Marco van der Stel en Marco Akershoek. Joeri Severin. En de dames ook met Maya Kingma. Maar naast de toppers kunnen ook gewoon de recreanten in dezezelfde start starten. In dit veld ook veel triatleten uit Schagen die strijden om de beste Schagenees. Aan de leiding zijn het Marco van der Stel en Joeri Severin. Van der Stel hier met een groene badmuts. Achter hun is het Bas Diederen. En achter Diederen krijgen we op de voorgrond Donald Hillebrecht. Met daartussenin Maya Kingma en Marco Akershoek. Een knappe prestatie dus van Kingma die hier gewoon tussen de heren meezwemt. Het keerpunt na 350 meter. En het is Marco van der Stel die het zwemmen leidt. Veel publiek weer langs de kanten in Schagen. En die zien hier de laatste boeienronding richting de kant. Nog ongeveer 75 meter te zwemmen. Daartussen op kop opleiden, dus dit is in de ranking misschien wel sneller dan vorig jaar. Toen Marco van der Stel ruim op kop, maar dat is vandaag niet het geval, want dat is een kopje van 5. Daar zit bij, even kijken, Marco van der Stel is volgens mij de man hier rechts met de groene badmuts. Een klein beetje dringen in zijn lazen, als ze hier uit het water komen. Daar zijn ze dames en heren, de eerste klaar met het zwemonderdeel. Marco Akershoek zit er ook bij, Bas Diederen zit erbij. Door de tent naar de eerste wissel, met hier Maya Kingma. Als laatste van de groep komt zij de wisselzone binnen. Maar wel knap door met de heren gewoon mee te zwemmen. Kom op, Maya. Van der Stel is weg. Akershoek is weg. Severin is weg. En ook Bas Diederen is weg voor de 24 kilometer fietsen. Maya Kingma leidt ruim de dans bij de vrouwen. Donald Hillebrecht kan nog aansluiten. De tweede dame in de wedstrijd, dat is deze 14-jarige Kirsten Nuyens. Zit goed van voren in het damesveld. Naast Nuyens zien we hier ook Jasmijn van den Burg terugkomen na het zwemmen. Sarissa Zijlstra. En van den Burg en Zijlstra zijn vertrokken. Ook voor het fietsonderdeel. We komen dan op de fiets bij Marco van der Stel, de leider in de wedstrijd. Hij gaf direct aan het begin van het fietsen gas en kreeg alleen deze Bas Diederen mee. Van der Stel en Diederen. Dus aan de leiding in de wedstrijd. Bas Diederen, vijfvoudig Nederlands kampioen op de Olympische afstand. Joeri Severin op plek 3. Nu nog rijdend met Marco Akershoek. Hier Akershoek werd 2 weken geleden nog Europees kampioen op de cross triathlon in Kijkduin. Donald Hillebrecht zou wat terrein gaan verliezen tijdens het fietsen en het looponderdeel. Het vele publiek langs de kant zag de atleten in totaal 3 ronden van 8 kilometer fietsen. We komen bij de eerste dame en dat is Maya Kingma. Ruim aan de leiding naar het zwemonderdeel. En ook op de fiets weet ze haar voorsprong te behouden.
rijdt hier pal tegen de wind. In de achtervolging is het Jasmijn van den Burg die hier Kirsten Nuyens in de eerste ronde inhaalt. En Van den Burg gaat op jacht naar Maya Kingma. Gaan de laatste ronde fietsen in. Met nog steeds Van der Stel en Diederen aan de leiding. Bas Diederen werd dit jaar een Nederlands kampioen sprint in Groningen. En op 18 augustus gaat hij zijn titel verdedigen op het Nederlands kampioenschap Olympische afstand. Wat plaats zal vinden in Veenendaal. Marco van der Stel in voorbereiding op het wereldkampioenschap sprintriathlon. Wat wordt gehouden op 25 augustus in Stockholm. Van der Stel en Diederen komen dan samen terug na het fietsen. Van der Stel is net wat rapper en hij is weg voor de 5 kilometer lopen. Van der Stel is de titelverdediger hier in Schagen. Marco Akershoek, vorig jaar tweede in Schagen, ligt momenteel op de derde plaats. Joeri Severin, die Marco Akershoek in het tweede fietsdeel moest laten gaan. Maar Severin is nog een prima loper, dus die kunnen we nog wel terug verwachten op de laatste 5 kilometer hardlopen. Bas Diederen, momenteel nog in tweede positie, loopt hier kort achter Marco van der Stel. Van der Stel, die een klein stukje fout liep richting het tweede keerpunt. En we zien dat Diederen van der Stel door het foutje van Van der Stel is voorbij gegaan. Marco van der Stel probeert aan te klampen bij Diederen. We hebben 2,5 kilometer gelopen en we gaan de laatste ronde in met Bas Diederen aan de leiding. Joeri Severin zou de snelste looptijd op de klokken zetten en kwam snel in de buurt van deze Marco Akershoek. En we zien dat Severin Akershoek is gepasseerd. We gaan naar de vrouwenwedstrijd met Maya Kingma. Ze wordt aan het begin van het lopen wat op de hielen gezeten door Jasmijn van den Burg. Een mooi plaatje hier met Bas Diederen. En de eerste ronde van Maya Kingma. Nog 1,5 kilometer te lopen en Van der Stel moet Diederen iets laten gaan nu. De tweede vrouw in de wedstrijd is deze Jasmijn van den Burg. Bijna een thuiswedstrijd, want zij komt van Texel. De derde plaats in de vrouwenwedstrijd is op dit moment in handen van haar zus Carlijn van den Burg. Maar de winst in de wedstrijd gaat naar Bas Diederen. Diederen wint in Schagen in 2012. Zo, dat zien we op het leeg is op het moment dat de winnaar binnenkomt. Bas Diederen is hier, dames en heren. En hij wint de tweede triathlon van Schagen. En vorig jaar won Marco van der Stel. Maar in 2012 pakt hij de tweede plaats. Probeerde weg te komen, maar dat lukte niet. Hier is de titelverdediger op tweede plaats, maar...
Bas Diederen en Marco van der Stel. Die volgorde dus vandaag hier op de Triathlon van Schagen. Wat een podium dat voor dadelijk completer gemaakt wordt met waarschijnlijk Joeri Severin. Daar is 100 voor de Heer hier, nummer 3. En de derde plaats is er voor Joeri Severin. Tweemaal voor Triathlon. Maar de eerste plaats gaat toch naar Team van Bellend. Dat startnummer gaat niet. Marco Aangezoek. Vierde wordt Marco Akershoek. En de vijfde plaats is het voor Jordi Meulenberg. Die, wat ik al zei, in 2008 probeerde de Olympische selectie te halen. Ja, was leuk. Zwemmen was oké. Maar een paar keer klap op mijn nek gehad. Maar ja, goed. Ik zwom als derde volgens mij het water uit. En fietsen ging ook eigenlijk wel lekker. Op de dijk stond veel wind. En op een gegeven moment reed ik naar Marco toe. En waren we eigenlijk de rest kwijt. En dus lagen we met z'n tweeën op kop, dus dat was wel mooi. Dan ben je het Limburgse heuvelland gewend. Viel je het mee, viel je het tegen? Nou ja, het waaide wel hard, dat ben ik niet zo gewend. Maar nee, het was leuk, het was een mooi rondje. Ja, zwemmen was ja, iets minder. We lagen met z'n allen eigenlijk bij elkaar. En, maar na een goede wissel, ja, goed op de fiets. En er stond wel veel wind. Ik had het wel zwaar, maar... ja, alleen Bas die kon erbij blijven en ja, met lopen ja, was wel, liep wel goed, denk ik. Ik was heel tevreden vandaag. Ik heb heel goed gezwommen. Fietsen is wel heel zwaar, maar ik ben heel tevreden hoe het gegaan is. Je kon de aansluiting niet houden met Van der Stel en Diederen? Marco van der Stel en Bas zijn natuurlijk betere fietsers dan mij. Dus ik wist wel dat ik trein moest toegeven. Maar uiteindelijk heb ik nog goed kunnen lopen en blijf ik derde weer geworden. De winst in de Triathlon Schagen 2012 gaat naar Maya Kingma. Kingma wint na Stijn haar tweede wedstrijd van dit seizoen. De tweede plaats is er voor Jasmijn van den Burg. En de derde plaats gaat naar Carlijn van den Burg. Samen heb ik op zich mezelf ook alweer verbaasd dat ik met de jongens mee kon. En ik had wel gehoopt dat het zou lukken, maar ja, dit was wel mooi natuurlijk. Wel vechten, maar... fietsen, lopen, ging dat? Ja, fietsen en lopen was echt heel zwaar. Maar fietsen op zichzelf ging wel goed. Alleen op een gegeven moment als je op die dijk komt, dan sta je tegen een muur aan. Maar ja, het ging op zich wel goed. Ja, het ging wel goed. Zwemmen ging wat minder. Fietsen was een goede wind, net als op Texel. Dus dat was wel lekker. En lopen ging ook wel goed. Zat je op het lopenkoers, kom je als Jasmijn van den Burg nog wel oprukken. Wat dacht je toen? Doorlopen. Ik wilde het gewoon winnen. Ik bedoel, ik had de hele tijd op kop gereden, dus ik wilde er gewoon voor gaan. Dus ja, doorzetten. Ging het lopen nog makkelijk? Ja, op zich wel. Ik was wel heel moe. Zeker het laatste rondje helemaal kapot gelopen, maar op zich ging het wel prima. Ja, ik zag haar lopen, dus ik wist, ik kon proberen naar haar toe te lopen. Ik redde het net niet, maar ik heb het geprobeerd, dus... Ben je tevreden met je tweede plaats vandaag? Ja, ik ben wel tevreden. Het fietsen begon wel zwaar, maar pakte ik goed terug. En het lopen ging ook gewoon goed. Heb je veel wedstrijden gedaan de laatste tijd? Nee, het is mijn derde van het seizoen. Ik had een ongelukje gehad in de winter. En dus nu ben ik weer rustig aan terug aan het komen.